Hi, welkom bij weer een splinternieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Wij komen net van de boot af. Wij zijn op Terschelling. Wij gaan hier meedoen met de Kleintje Berenloop. Wij hebben hier heel veel zin in. Wij gaan hier heel erg genieten. Wij gaan de 10 kilometer doen. En ik hoop dat we heel veel mooie plaatjes kunnen schieten. Vergeet niet jongens, eventjes abonneren, subscribe. Het is gratis. Like deze video en druk even op het belletje. Dat maakt mij weer hartstikke gelukkig. Wij gaan even op zoek naar de start. Wij gaan polsbandjes halen en wij gaan hier een gezellige dag hebben. Kom maar mee! Kijk, heeft de camera al camera bij. Vertel het even. We kijken straks of we die 5 kilometer, als de 10 kilometer ga je doen. Jongen. 10 kilometer. En het hele parcours kunnen jullie zien. Ik ga maar even vragen waar je dat kunt zien. Dat kan je zien op YouTube en dat heet Rosso's Running Channel. Maar kijk, dat hebben we in een ander taaltje. Hè? Dat is geen wild en geen vriend. Dus, maar daarom zeg ik het helemaal even. Rosso's Running Channel. Oké. Dus heeft de camera op zijn hoofd. En zo gaat hij het hele parcours gaat hij in beeld brengen. Nou, we staan op het veld en behoorlijk wat deelnemers. Ik geloof dat er hier tussen de 13 en 1600 deelnemers meedoen. Dit wordt allemaal hartstikke gaaf. Heel Terschelling gaan we mooi in het rond. Door de duinen, door de bossen. Ik heb er hartstikke veel zin in. Jongens, kijk eens wat de drukte. Dit wordt gewoon genieten. Jullie zien mij als ik de start overkom. Yo! 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
uit Harlingen, 83 jaar, hè? Hij doet het allemaal mee. Ja, ja. Thank you.
A generation of my time. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through. Don't come around and waste my time. A generation of my kind. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking
Nou, we zitten nu op de 4 kilometer. We passeren het bordje net. Ik ben al een heerlijk stukje door het begin van de duintjes heen gekomen. Mooie heuveltjes. Lekker door het bos heen. Nou, wat een mens en wat een volk, jongens. Dit is, dit ziet er gewoon net zo druk uit als de 4 mijl van Groningen. Het waggelt hier allemaal maar mooi door deze mooie natuurrijke omgeving van Terschelling heen. En er is zelfs nog een beer aan het lopen. Nou, is dat nou niet even handig bij een berenloop? Rosso's gaat erbij. Ja, volgens mij krijg ik te horen dat Rosso's weer verder moet. Dus wij gaan eens even weer naar de volgende zoveel kilometer. Hoi! En we zien elkaar bij de volgende pitstop. Yo!
daar hebben we weer. Ons favoriete tussenstuk van de run. De waterbekertjes. Ah, daar gaan wij hiervan genieten. Nou, hier hebben we hem. Dan zit er alweer je neven in. Dat is bij de 4 mil van Assen nog wel zo. Nou ja, daar moeten we het maar mee kunnen redden. Oeh. Beetje water smaakt altijd goed. En ook weer een hele drukte bij de bocht, daar zie ik. Dit zal een populaire bocht van de Berenloop zijn. Want het staat weer leuk vol met de mensen. Ik kan het even laten zien. Ja, het is nog ver weg. Maar dat komt allemaal vast weer goed. Ik ga weer even een stukje verder. Ik wil natuurlijk ook niet als laatste die finish overkomen. Heerlijk het water. Nou jongens, bijna 5,5 kilometer. Tot de volgende pitstop. Tot straks. Yo! You know.
Nou, we zijn net iets over de 7 kilometer. En ik krijg mij toch een enorme zijsteek, jongens. Ik denk dat ik eventjes, kleine 2 minuten, rustig moet wandelen. Dan zal die wel over zijn. Nog maar 3. Het is ook nog maar een klein stukje. Maar, oeh, het schiet die zijsteek er ineens in. Ja, dat kan altijd gebeuren natuurlijk. Kijk, mensen zwaaien allemaal weer lief in de camera. Ja, dat is dan weer een voordeel. Nou, ik heeg even een klein minuutje uit. In de hoop dat die gekke zijsteek even weg is. En dan vervolgen we onze weg verder. Ik spreek jullie zo. Yo!
Nou, het is nu bultje op, bultje af. Oh man, ik heb een hartslagje, zit lekker. Standaard op de 180. Lekker buikkrampjes, last van de rechterknie. Wat wil je nog meer? Dat is wat hardlopen is. Jezelf lekker pijnigen. Het is dat ik er zo van geniet. Ik geniet er gigantisch van. Dit is, is toch de leukste sport die ik in mijn leven bedreven heb. Niet dat ik er zoveel gedaan heb natuurlijk. Ik hoor trouwens, ik geloof dat het Jan Koostra is, die alweer met de microfoon in de handen zit. Iedereen zit om te roepen. Nou, ik moet nog 1,4, 1,3 kilometer. En ik ben benieuwd of wij ook nog even bij namen genoemd worden als wij over die finish heen sukkelen. Ik zie hier alweer een heel stuk omhoog trouwens. Dat kleine stukje wandel ik nog even. En dan, heel verstandig hè, dacht ik. En dan en daarna gaan wij nog even ons laatste sprintje trekken. Want ik zie alweer, dit is een venijnig bultje omhoog. Het gaat hartstikke goed hier. Dus wij gaan nu even de bult omhoog. En ja, overal waar je omhoog gaat, ga je ook weer naar beneden. Dat is het mooie van een rondje lopen. Nou, ik ga even verder en we zien elkaar bij de finish. Yo! Best in me, oh.
veteranen Nederland hebben we hier. Jappie! Adeleus! Heen Daan! Wij zien ook al René Dantema. Nou, dat was hem dan. De 10 kilometer Kleintje Berenloop. Het was lekker zwaar, behoorlijk zwaar. Je kon het zien aan mijn hartslag. Zijsteek, zere knie. Ach jongens, het hoort er allemaal bij. Wij gaan eens eventjes op zoek naar een lekker terrasje of kroegje. En we gaan daar eens even een heerlijk pilsje nuttigen. Ik zeg jongens, tot bij de afsluiting. Dat was hem dan, de Kleintje Berenloop op Terschelling. 10 kilometer door de natuur van Terschelling heen. Het was een heerlijke, doch zware run, maar we hebben hem weer overleefd. Volgende week gaan wij naar de Erasmus Run in Rotterdam, ook tevens een 10 kilometer. Ja, dat wordt ook vast een hartstikke mooie run. Wij zitten op dit moment lekker op het terras op Terschelling. We gaan hier even heerlijk nagenieten. En wij wachten even totdat we met de boot terug naar huis kunnen. Jongens, vergeet even niet. Even subscriben op mijn kanaal. Dit is gratis. Like deze video. En druk even op het belletje. En daar doe je ons een heel erg genoegen mee. Jongens, ik zeg tot volgende week. Tot bij de Erasmus Run. En wij gaan even heerlijk genieten van ons lekkere biertje. Tot volgende week. Tot ziens. Ja, gewoon binnen en dan gewoon blijven lopen. Ja, dat is zo.